Oh, wat een heerlijk weertje zeg. Genieten. Kijk hoe het eruit ziet door mijn zonnebril. Nice. Hey, ja. We kunnen inmiddels niet meer wegkomen met beelden die we voor de coronacrisis hebben opgenomen. Want die hebben we niet meer. Het is weer tijd om een nieuw filmpje te maken. Maar waarover? Alles in de survival run ligt plat. Dus, ja, even heel eerlijk. We zijn ook een beetje de inspiratie kwijt. We moeten weer iets uploaden komende woensdag, tenminste. Je moet natuurlijk helemaal niks. Maar dat is de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Elke woensdag gooien we een filmpje online. Maar wat zullen we eens filmen? Ik weet het niet. Ik zie Niels nog steeds. We houden wel die afstand. We proberen daar voorzichtig in te zijn. Maar we kunnen in principe wat opnemen. Dus ga eens kijken of Niels er is. En als je goede maten bent, zoals wij, dan hoef je geen telefoon meer te gebruiken. Dat gaat gewoon heel makkelijk. Hey Niels. Jeroen? Ja, Niels. Hier zo. Ja? Hey Jeroen. Yo. Hey Niels, heb je tijd vandaag? Ja, op zich wel. Wat dan? Ja, we moeten nog even een filmpje opnemen voor woensdag. Ja, ik weet er eigenlijk nog niet waarover. Heb jij een idee? Dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk ook niet, man. Ik vind het lastig. Heb je niet iets tofs waar we een filmpje over kunnen maken? Nou, ik heb van de week heb ik een gewichtsvest gekocht. Die is bezorgd. Dat is misschien wel vet om daar een beetje mee te spelen. Dus wat vind je ervan? Dat zou geen gek idee zijn. Nou, zie ik zo, ja? Ja, kom eraan. Is goed. Zie je zo? Nice. Gaan we. Hey Niels, daar ben je. Yo, hey. Jeroen. Eindelijk. Duurde eventjes, maar ondertussen knijtsbruin geworden hier. Ik zie het al. Poepie bruin ben je. Zo is het. Lekker. Geniet ook. We houden die afstand. Blijft belangrijk natuurlijk. Maar laat dat gewichtsvest van je zien. Ik ga straks even erbij pakken. Super vet. Dit is die unit. Er zit nu 6,4 kilo in. Je kunt er twee verschillende soorten gewichten in doen. 4 kilo en 2,5. Je kunt hem maximaal opladen tot 14,4 kilo. Dat is behoorlijk wat. 14 kilo? Ah, dat is veel. Dus ik ga de komende tijd ga ik een beetje focussen op kracht. Je kunt natuurlijk niet echt survival runnen. Dus ik ga vooral wat kracht doen. Ja, ja. Knijt sterk worden. Doe hem eens aan dan. Wacht even. Dat wil ik even in vette slow-mo filmen. Is goed, doen we. Laten we het ding gaan uittesten. Nice, waar gaan we heen? We gaan even naar het park. Mooie ruimte. Let's go. Nice. Natuurlijk weer even beelden maken met de gimbal. Juist. Dus even dat ding preppen. In principe is gewoon een paar kabeltjes vast en dan doet het weer. That's it. En Niels, jij hebt al een keer getraind met dit vest, hè? Hoe viel dat? Op zich goed. Hij zit echt goed. Zit mooi strak om het lichaam. Wat je wel merkt is dat je wat meer druk op de borst hebt. Doordat het ding best strak zit. Dus het ademhalen in je longen kunnen niet volledig uitzetten. Het gewicht, ik heb er nu steeds 6,4 kilo in gehad. Maar dat merk je best wel. Gewoon met hardlopen heb ik hem aangehad. Met wat push-ups en squats en zo. Dat tikt al wel aan. Maar hij kan dus tot 14,4. Dus ik ben benieuwd. Waarom heb je hem gekocht? Omdat ik eigenlijk wil trainen. Ik wil wat meer focus op kracht de komende maanden eigenlijk. We kunnen natuurlijk niet survival runnen. Ik wil sterker worden. Ik voornamelijk wat sterker worden in de benen. En dit is veel makkelijker. Je kunt kettlebells in je handen houden. Om dan wat oefeningen te doen. Maar het is veel fijner om gewicht om je lichaam te hebben. Dan hoef je dat niet vast te houden. Dus gewoon net die extra weerstand. Gewoon extra kracht te bouwen. Nou, we gaan hem aandoen. 14,4 kilo. Voelt al knijters zwaar. Zo. Dat is een best gewicht dat er aan hangt. Moet je wel zeggen. Ding weer dicht. Nou, zullen we maar eens push-ups mee doen, Jeroen? Eerste reactie? 6 fucking zwaar, man.
Ja. Je hebt nog een doel volgens mij. Oeh ja, ja. Ik ga, ik denk, nou bij deze, 1 juli ga ik de Murph doen. En die wil ik doen met volledig gewichtsvestje van 9,4 kilo. Dat doen we er dan in. En de Murph staat uit 1 mijl hardlopen, dus 1,6 kilometer, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats. En dan weer 1,6 kilometer hardlopen. Dat alles met een vestje. Foei. Dat is echt heftig. En dan te bedenken dat ik met 5 kilo minder binnenkort 200 van die push-ups ga doen in een Murph. Dat is flink. Ik moet nog maar even naar de training. Je bent wel de push-up koning natuurlijk. Ja, die squats gaan moeilijker worden denk ik. Zullen we die maar eens proberen dan? Ik denk dat ik setjes van 5 pull-ups, 10 push-ups en 15 squats ga doen. En dat dus 20 rondes. Super vet. Ik ben heel benieuwd hoe dat voelt als je hem aan hebt. Maar voor nu, voor de veiligheid, doen we het even niet. Niels houdt hem aan. Niels, laat eens even zien hoe je wat oefeningen doet met dit vest aan. Ja, is goed. Gaan we doen. Stukje hardlopen. Oké, Niels. Ready. Set. Go. Nieuw record? Oh, dat denk ik niet. Hij merkt nu wel dat die druk goed op je borst zit. Zeker omdat je longen helemaal willen uitzetten. Dat gaat niet helemaal door het vest. Niet niks of wel? Nee, zeker niet. Zelfs als je staat, dan voel je het gewoon druk en dan wil je dat ding eigenlijk gewoon voor je lichaam af hebben. Nice. Wat kunnen we nog meer doen? Ja, in principe kun je alle bodyweight oefeningen doen. Dus doe extra bodyweight. Box jumps. Ja, is goed. Nou, en? Zeggen het. Randje is niet heel hoog, maar je merkt het wel hoor. Het is wel, denk ik wel vet als je dit echt in een workout gaat doen, die boxjumps. Dat is een leuke aanvulling. Hey Niels. Ja? Ik hoor eigenlijk alleen maar dat het heel zwaar is. Ja, dat is het eigenlijk ook, ja. Waarom zou iemand zo'n vest moeten kopen dan? Nou, je moet helemaal niks natuurlijk, maar ik denk dat trainen met wat extra gewicht wel goed is. Je bouwt wat meer spierkracht op. Dan daarbij, als ik dit vest afdoe, dan merk ik ook in één keer hoeveel lichter ik daardoor kan lopen. En je merkt ook direct als ik 6,4 kilo hier erin heb, hoeveel zwaarder dat wordt met je push-ups, met je pull-ups, etc. Dat betekent dus dat je, als je 6 of 5, 6 kilo lichaamsvet erbij hebt, wordt er gewoon een stuk zwaarder van. Dus voor deze dagen, nu je niet survival run trainingen kunt gaan doen, zorg ervoor dat je niet veel eet. Dus blijf lekker eten, maar niet te veel. Blijf bewegen, dus zorg dat die kilootjes er niet aankomen, zonder dat je die straks weer moet verliezen. Daarnaast de vraag aan jullie. Ja, we zouden heel graag hele vette Survivor Run content willen maken, maar dat gaat nu helaas niet. Dus misschien hebben jullie vette dingen of je zeggen, hey guys, maak hier eens een filmpje over. Dan gaan we daar de komende tijd op in. Zodra we weer kunnen, gaan we volle bak op nieuwe Survivor Run dingen in. We hebben eigenlijk al een paar hele vette projecten staan. Dus vertellen jullie later meer over. Vond je dit nou een vet filmpje? Duimpje omhoog, liken, abonneren en wij zien jullie in het volgende filmpje. Later. Ja, trouwens, zo'n vestje is vet, maar mocht je dat nou willen, ga natuurlijk niet direct met 14,4 kilo 10 kilometer hardlopen. Dus bouw het rustig op, laat je lichaam eraan gewennen. Anders gaan je knieën en gewrichten echt kapot. Let erop.